Bingo Town. Yo, dat gasten, welkom op deze brandend mooie vrijdag bij Vraagje Vrijdag. Yay! Vandaag zitten we hier met Jordi en onze speciale gast is natuurlijk Rick van Serpent Gameplay. Ik ben de gast. Iedereen weet dat Rick is omgekomen bij de Bayertouw begrafenis, dus... Vraagje Vrijdag. Tof dat je weer een keer bent, Rick. Ja, geen moeite. Het is wel echt sinds dat Rick dood is gegaan, echt wij, alleen die reacties op Bayertouw, dat stopt. Ja, niemand wil mij, niemand, echt alleen maar hij, alleen maar kan Thomas weg voor Rick. Ja, echt alleen maar. En mensen vragen ook telkens van jou, XXL Gameplay blijft. Ja, ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Waarom zeg maar? Daar waarom heb ik maar één reactie. XXL Gameplay wij hebben wel wat anders wat XXL is. Hè? Dat is mijn buik. Op welk moment van de dag komen jullie het liefste klaar? S'avonds. Ik ga toch voor 12 uur s'nachts. Na 12 uur, dus s'nachts. Nee, dat is s'avonds. Ja. Nee, dat is s'nachts. Jullie s'avonds of s'nachts? Dat is wel wat anders. Voor het slapen! Fappen voor het slapen, oké. Volgende vraag. Dus als je ooit ons ziet twitteren, slaap lekker, dan weet je dat je genoeg. Dan liggen we de job in. Dan ben ik al klaar, want dan ga ik slapen. Oh ja, wat trouwens heel leuk is, wat de kijker nu niet weet, is dat recht tegenover mij zit de vriendin ook van Rick. Dus sorry dat je dit moet horen nu. Oh! Wow! Die vriendin hoor, je praat ze altijd zo. Ja, ze boos is wel hoor. Waarom wil iedereen dat een vraag in de video komt? Ja, dat is serieus een tweet, maar... Dit is een enige manier om erkenning te krijgen online. Want dat krijgen ze niet van hun ouders. Ooit gedacht aan touwtjes springend voetballen? Nee. Nou, we hebben wel getouwtjes springt. Laat. Getouwtjes springt. Ja, touwtjes springen. Het is toch een heel... Of is het los? Rick is hier de slimme van het stel. Ik denk dat er echt touwtje gesprongen. Ja. Touwtje gesprongen, maar dat klinkt niet. Het is ook gestofzuigd. En niet stofgezogen. Dus ja. Ligt eraan of het aan elkaar zit of niet. En voor mij is tenzij je vriendje stof heet. Dan heb je wel stofgezogen. Ja, dan kun je stofzuigen. Dat we heel snel verder. Wie is je voorbeeld? Vraag Pamela. Bayotown. Ik ben altijd echt al zo is ik hier graag in Bayotown komen. Echt niet normaal gewoon. Echt, ja. Ja, dat is volkomen terecht. Ja, mijn voorbeeld ben ik zelf. Omdat ik in Bayertown zit. Zit jij in Bayertown? Ja, nee! Zeker! Ik heb zeg maar de town verzonnen van Bayertown. Oh. Dus ik ben het town gedeelte. Is hij de Banjo gedeelte dan? Ja, hij is Banjo, voor Banjo Movies en zo. Oh, ik zit heel diep na te denken. Mijn voorbeeld is sowieso iemand die om alles geen neuk geeft. Iemand die maximaal onder elke situatie chillax is. Als we echt een serieus antwoord geven bij deze... Matt Stoner en Trey Parker van South Park. Nee, echt? Dat is wel tof. Die mensen kunnen muziek maken, comedy, ze hebben scheid. En één ding, als je wil weten waarom hun de beste zijn... Kijk naar hun toen hun een Oscar-nominatie hadden. Okay. Hun ging in een jurk aan, ecstasy-pillen. Huppakee over de rode loper... En als je hun ook ziet, twee volwassen mannen in een jurk. Daar kijk Barna op, mannen in een jurk aan het drugs. Het ergste, dit verhaal heb ik echt al iets van acht keer gehoord. Of echt iedere keer als we het over die twee hebben, komt dat verhaal naar voren. Zet ze juist een achtergrond op je mobiel. Ik denk dat we die... Hij is wel geniaal. Wat is je favoriete anime of videogame? Hentai. Ja, hij heeft gestreamd toen de tijd, dus ja. Ja, dit kanaal bij geraakt, ja. We waren gewoon Bayertown bijna verloren door jouw hentai. Nou, dat was de Orgasm Girl 2. Ja. Dat was mijn reetje. Ze hebben trouwens wel, als ik dat ding nu bij Jordi heb, allemaal een heel mooi kruisshot op de camera nu. Zie je dat als we allemaal gewoon zo zitten, kunnen alle kijkers. Maar oké, ja, dat is toch geen probleem. Zijn dat zijn favoriete. Wat was de vraag? Ik noem een andere vraag. Maakt dat niet uit, het is Bayertown. Heb je liever een gat in je broek of een broek in je gat? Liever een broek in mijn gat, ja. Ja, wow, iedereen wil een broek in zijn gat. Dus. Een gat in je broek is een financiële tegenvaller. En een broek in je gat is een lichamelijke tegenvaller. En dat is sterk, ik zie dat als een persoonlijke ontwikkeling. Je vindt iets uit en je gaat erachter komen of je dat fijn of niet fijn. En mannen hebben een G-spot in de kont. Precies. En als ik zie, mijn broek is 2 meter lang, dus ik veeg mijn hele G-spot schoon. Dat is echt goed punt, ja. Volgens mij hebben we hier echt de titel van de video gewoon. Ik veeg mijn G-spot schoon. Martin vraagt, komt deze vraag echt in de video? Nee. Komt er ooit een fanmeeting van Bayertown in Deventer? €5. In Deventer? 5 euro. Echt een kutlocatie ook gewoon, Deventer. Wie woont er nou? Echt. Echt. God. Bij 10.000 groene duimpjes doen wij een fanmeeting in Deventer. Voor €5. En tot ja. 5 ja. euro. Gewoon heel Deventer wordt afgezet met hekken en voor €5 mag je erin. Precies, voor Bayertown. En ook voor een dag Bayertown, het was van Deventer.
Dat zou wel mooi van een bordsteden van Deventer en daar gewoon Biotown neerzetten. Oh, dat zou wel vet zijn als we dat doen. Dat is echt cool. Dat gaan we doen. 10.000 likes, please. Ja, 10.000 likes. Want iedereen denkt ook dat deze Biostudio in Deventer zit, zag ik. Echt? Dat. Ja, ik zat ook Amsterdam zitten we. We zitten duidelijk in Lutjebroek. Lutjebroek. Ruik je de wietgeur niet of zo? Dit is Amsterdam. Oh, de kaas. Zie je dat ook niet rondvliegen? De kaas? Ja, de kaas. Even tussendoor, want nu hebben we het over rare dingen. Ja. Ik zei daarnet tegen Jordi dat neuken met mij een beetje is als... ja, ik ga het gewoon zeggen op camera nu. Dat is een beetje als vierljeppen met een tuinslang. En Jordi wist niet wat vierljeppen is. Vierljeppen? Wat is dat voor... wat is nou? Vierljep of vierljep? Iedereen weet vierljeppen. Vierljeppen. Hij zegt vierljeppen. Je hebt het stok, je hebt daar... Ja, maar ik weet, dat is gewoon springen over de sloot en met een stok, inderdaad. Dat heet vierljeppen. Maar het vierljeppen is ook gewoon met een stok over de sloot en springen heet. Omdat het wat langer is. Dit is wel kut met vierljeppen. Oh, man. Ja, ik vind dat zo dit echt mensen achterlijk. Zo nee, maar... dankjewel. Zo, dat was lachen. Wow! Volgende week vrijdag schijnt een nieuwe Vraag Vrijdag te bestaan. Echt waar? Dat vraag je vrijdag niet op de donderdag. Nee, niet meer. Dat was dat vroeger. Doop Jan Hok en de Kvilia. Ja, we zitten hier zo leuk bij. Je moet ook beseffen, het is vrijdag. We zitten hier allemaal een beetje melig. Over 5 minuten kunnen we ook naar huis. Dus bedankt voor het kijken. Geef vooral een blauw duimpje. Oh joh, dan gaan we gewoon. Oh, de Jordi is er al vandoor. Je krijgt ook niet betaald, dus groot gelijk heb je. Ja. Abonneer je beneden. En dan zien we jullie volgende week vrijdag bij... Vrijdag later. Ja, later.